Hallo iedereen, vanaf 8 november 2021 is het weer mogelijk om als toerist vanuit Nederland naar de Verenigde Staten te reizen. Alleen er zijn wel heel veel eisen en restricties waar je aan moet voldoen. Dus ik heb die even uitgezocht en op een rij proberen te zetten. Zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk. Ik heb een aantal websites uiteraard geraadpleegd, Amerikaanse en Nederlandse, om alle eisen op te zoeken. Die link zal ik in de omschrijving onder de video neerzetten. En ik raad aan om die ook zelf te checken, om te zien of er nog veranderingen zijn geweest. Voor de heenweg, de belangrijkste dingen die je moet hebben, dus om alles even op te sommen. Zorg ervoor dat je een paspoort hebt die geldig is tot terugkomst. Check dat de inreisverbod vanuit Schengen nog steeds is opgeheven, dus wat nu gepland staat op 8 november. Check je eigen zorg- en reisverzekering. Vraag een ESTA aan. Minimaal 72 uur voor vertrek. Zorg ervoor dat je volledig gevaccineerd bent en dat je daar bewijs van hebt. En zorg ervoor dat je een negatieve COVID-19 test hebt. Voor iedereen die 2 jaar en ouder is. En die wil je maximaal 3 kalenderdagen voor vertrek hebben ondergaan. Nou, dan de eerste link. Die heb ik er even aan toegevoegd. Dat is van de Amerikaanse overheid een website. Nou, eigenlijk wat daar belangrijk in is, is dat hier staat. The presidential proclamation describing this place will no longer be in effect on November 8, 2021. Die proclamation, dat is dus wat inwoners in het Schengengebied tegenhield om naar Amerika te reizen. Nou, die wordt dus 8 november wordt die ingetrokken. Nou, dan mogen we dus van de Amerikanen onder bepaalde voorwaarden het land in. Dit is de tweede link die ik onder de video zal zetten. Waar je wel aan moet denken is dat het land nog steeds oranje is. Dus het is nog steeds vanuit Nederland gezien voor alleen voor essentiële reizen. Wat ik hiervoor zou aanraden is dat je in ieder geval contact opneemt met je zorgverzekering en je reisverzekering. Om uit te zoeken wat jouw risico's zijn als je naar Amerika reist. Nou, dan het volgende punt wat niet vergeten moet worden is de ESTA. Dat vind je op deze website. Per persoon kost hij $14 en hij is 2 jaar geldig als hij is goedgekeurd. Nou, wat Amerika ook zegt is dat je hem 72 uur voordat je naar Amerika reist, moet je deze aanvraag hebben ingediend. Je kan hier kiezen create new application. Nou, individual application, dat is echt als je alleen reist, en een group, dat is als je familie reist of een groep vrienden. Nog steeds kost het per persoon $14. Het enige verschil is dus als je als groep gaat, dan heb je je aanvraagnummer, heb je er maar eentje van voor de hele groep. In plaats van bij individual heb je voor iedereen krijg je een apart nummertje. Dus administratief is dat wat handiger. Dus vraag het ESTA aan op je paspoort. Hij is gekoppeld aan je paspoortnummer. Dus als je paspoort of als er iets in je paspoort verandert of moet veranderen, dan zal ook dat ESTA moeten veranderen. Dus eigenlijk moet je dan een nieuwe aanvragen. Dus mocht je in de toekomst, in de nabije toekomst, je paspoort gaan vervangen, dan is het handiger om daarna pas je ESTA aan te vragen. Oké, dus ESTA heb je gedaan. Dan volgende punt is, je moet volledig gevaccineerd zijn. Ja, dus ook op overheidswebsite. Dus alle passagiers die via de lucht Amerika binnenkomen, moeten volledig gevaccineerd zijn vanaf 8 november. Er zijn een aantal uitzonderingen. En de grootste uitzondering is denk ik minderjarig. Dus vanaf 18 plus moet je volledig gevaccineerd zijn. Ja, je moet het natuurlijk ook kunnen bewijzen. Nou, hier staat nogmaals, is het CDC, dat is eigenlijk de Amerikaanse RIVM. Die zeggen wederom, non-US citizen en non-immigrant passengers, oftewel toeristen uit Nederland, vallen daaronder. Die moeten volledig gevaccineerd zijn. Nou, welke vaccins vallen daar dan onder? Dat zijn er best wel veel. Deze namelijk. Dus Johnson & Johnson, Pfizer en Moderna. Maar hier, deze tellen dus ook mee. En op zich is dat wel opvallend. AstraZeneca doet dus mee. Covishield, Sinopharm en ook Sinovac. Nou, dan moet je ook kunnen bewijzen dat je gevaccineerd bent. Er zijn dus 3 verschillende soorten. De makkelijkste denk ik voor Nederlanders is de EU-DCC. Dus dat is eigenlijk onze corona-check app. Met een QR-code 1. Dus als je die laat zien, dan is dat goed genoeg. Dan kun je ook je papieren boekje meenemen. Je gele boekje, dat zou ik ook aanraden voor als je QR-code niet werkt. Die
zijn dan ook geldig. Nou, mocht je dat ook niet hebben, dan zeggen ze ook nog bij punt 3 dat een digitale foto goed genoeg is. Een digitale foto van je bewijs van vaccinatie is goed genoeg om te bewijzen dat je gevaccineerd bent. En hier staat dan wat je er allemaal op moet hebben staan om een geldig bewijs te zijn. En wanneer ben je dan volledig gevaccineerd? 14 dagen na je laatste prik. Nou, dan het volgende wat je moet hebben naast je vaccinatie is dus een PCR of sneltest. CDC will require all passengers 2 years of age and over entering the US to present a negative COVID-19 test taken within 3 calendar days of departure. Or proof of recovery from the virus within the last 90 days. Dus eigenlijk wat hier staat is, iedereen die binnenkomt moet binnen de 3 kalenderdagen voor je vlucht een COVID-19 test hebben gedaan. En nogmaals, staat nergens of het een PCR of een sneltest moet zijn. Ik heb ook op plekken gelezen dat de sneltest gewoon werkt. Bewijs van herstel kan dus ook. Dit is dus van de CDC, Amerikaanse RIVM. Staat er eigenlijk wanneer het een fatsoenlijk bewijs is dat je een negatieve COVID-19 test resultaat hebt. Dat staat op deze site. Zal ik ook in een link zetten. Wat hier alleen bij staat is dit. This order will be replaced on November 8, 2021. Dus misschien verandert het dan al dat ze bijvoorbeeld een PCR-test verplicht maken. Maar dat is maar een gok. Ik zou in ieder geval aanraden om gewoon een PCR-test te doen binnen 72 uur van je vertrek. Wat je ook nodig hebt is een attestation. Dan is dit de attestation. Dus dat kun je op deze website vinden. Nou, dat kun je dan in het Engels vragen. Dit is eigenlijk een document. Dus niet het bewijs van de vaccinatie, maar een document waarmee je verklaart dat je gevaccineerd bent. Nou, dat is dus voor de heenweg. Nou, dan gaan we nu door naar wat de eisen dan zijn voor als je terugkomt naar Nederland. Die zijn een stuk korter. Een stuk simpeler is dat. Zie je op deze website. Ik zal die link er ook neerzetten. Dus wat hier eigenlijk staat is, je hebt altijd een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs nodig. Nou, de meeste, in ieder geval de 18-plussers die naar Amerika zijn gegaan, die zijn gevaccineerd, dus die voldoen aan dat eerste puntje. Maar stel dus dat je met kinderen gaat die tussen de 12, van 12 tot 17 jaar zijn, dan moet je dus wel een negatieve test hebben. Oké, dus het type test. Je kan een PCR-test doen. Die mag maximaal 48 uur oud zijn tussen het moment van afname en vertrek naar Nederland. En het vertrek naar Nederland is het punt wanneer jouw vliegtuig gepland staat te vertrekken. Inclusief enige overstappen die je hebt. Dus stel dat je vanaf het midden van Amerika eerst naar New York gaat. Daar overstapt op een vliegtuig naar Nederland. En het is op 1 ticket, op 1 boeking is het gezet. Dan is je vertrek met het eerste vliegtuig is daarbij geldend. Nou, waar kan je dan die testen doen? Het vervelende is dus in Amerika is het lastig om een test te vinden die gegarandeerd binnen 48 uur resultaat geeft. PCR-test bedoel ik dan. En het is ook lastig om een sneltest te vinden die binnen 24 uur gegarandeerd resultaat geeft. Maar dit is wat wij laatst hebben gedaan. CVS, dat is een drogisterij in Amerika. Maar die regelen ook vaccinaties en dus ook PCR en sneltesten. Deze website kun je alleen naartoe met een VPN die je op Amerika zet. Of als je in Amerika zelf bent. Nou, hoe je dat dan kan aanvragen. Ik zal er even doorheen gaan. Dus cvs.com ga je naartoe. Wat hier linksboven staat. Dan druk je rechtsonder op COVID-19 testing en results. Nou, where do you live? Dan vul je een postcode in. Laten we zeggen New York. Postcode of plaats. Schedule a test. Nou, dan vul je deze gewoon naar waarheid in. Nou, hier heb je dus de optie om die PCR-test te doen. Er staat results in 1 to 2 days. Maar wat mijn ervaring is dat
Ik heb hem twee keer gedaan toen in Amerika en ik had beide keren na ongeveer 15 uur had ik de uitslag. Maar nogmaals, geen garantie. Vul je alles in, dat ga ik nu niet doen. Contact information. Dan heb je wel een mobiel nummer, een Amerikaans mobiel nummer nodig. Daarin worden ook de bevestigingen worden daar naartoe gestuurd. Maar e-mailadres gaat ook alles naartoe, dus daar heb je genoeg aan. Maar zorg ervoor dat je iemand kent met een mobiel nummer. Doe je health insurance, dat heeft alleen maar nut om ja te zeggen als je een Amerikaanse hebt. Want als je ja invult, moet je vertellen welke dat dan is. Als je Nederlands invult, die herkent hij niet. Dus ik heb daar no ingevuld. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Verder heb je nog quarantaineverklaring. Quarantaineverklaring moet je invullen voor iedereen van 13 jaar en ouder. En een gezondheidsverklaring. Als je daarop klikt, dan kun je die daar invullen. En meenemen. Dus in het kort, voor de terugweg heb je een vaccinatiebewijs nodig of herstelbewijs. De PCR-test binnen 48 uur. Of een sneltest binnen 24 uur met negatief resultaat nodig. Gezondheidsverklaring voor iedereen, dus 13 jaar, vanaf 13 jaar en ouder. En een quarantaineverklaring voor iedereen, 13 jaar en ouder. En dan zou het moeten lukken. Nou, als jullie nog vragen hebben of opmerkingen of ervaringen die anders zijn dan wat ik hier vertelde, hoor ik het graag. En dan pas ik deze video aan.